In Studio 2020 ontvangen we Nederlandse muzikanten die sinds maart van dit jaar in één klap hun volledige festival- en clubagenda in rook zagen opgaan. Muzikanten die ineens zonder een podium en dus zonder publiek zijn komen te zitten. Twee metersessies zet daarom de studiodeuren open voor een veelvoud aan Nederlandse muzikanten. Voor een mooie opname en een goed gesprek. Dit is het geluid van 2020. Sorry. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio 2020 vanuit Studio 7 van het Muziekcentrum van de Oproep. Dit is Benjamin Herman, we kennen hem van New Cool Collective en een heleboel solo-projecten. Maar dit is een nieuwe tijdelijke band Bughouse met een punkdrummer, Olaf van den Berg uit Amersfoort. Met een bassist, Peter Peskens. Op gitaar, Reinier Baas en uiteraard de sax zelf, Benjamin Herman. We kennen elkaar al enige tijd, vooral vanwege New Cool Collective. En een heel bijzondere samenwerking waar ik bij mocht zijn in Afrika, in Kenia. Met een gezelschap genaamd Mapacha. Dit is Benjamin Herman, Bughouse. Thank you.
Ik heb het gevoel dat je enorm staat te werken als ik naar jullie muziek luister. Klopt. Ja, het is wel. Ik persoonlijk moet alle zeilen bijzetten. Hoezo? Vanwege Olaf. Die is echt gewoon. Het is een force of nature. En ik ben ontzettend blij dat ik met hem mag spelen. Natuurlijk met Peter en Reinier ook. Maar met Olaf is er een legende in zijn scene. En het is. Ik heb nog nooit met zo'n drummer gespeeld. Het vergt. Ook je moet kunnen improviseren en goed luisteren. En dat is wat hij met zijn broer in Seeing Red ook doet. Weet je. Die gaan die trappen af en die spelen 20 nummers in een kwartier. Ja, daar kan ik heel veel van leren. Daar kunnen wij allemaal heel veel van leren. Maar je moet de hele tijd opletten en luisteren. En hij is niet een bekkenboekhouder, zoals dat soms in de jazz wel wordt genoemd. Zo'n drummer die gewoon ching, 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 ching. Ja. Hij is precies tegenovergesteld. Wat doe jij dan als je dat hoge tempo hebt, hè? Zoals ik het omschrijf, van deze drummer? Wat doe jij dan met je sax? Ja, ik speel ook heel anders met hem. Ik moet ook. Want ik kan niet terugvallen op mijn normale stijl van spelen. Dus ik moet iets nieuws verzinnen. Maar dat heb ik ook als ik met Han Benning speel, waar ik regelmatig mee speel. En ook als ik met Johnny Engels speel, die is 85... Nu, Han is 78, dat zijn oude jazzlegendes in Nederland. Maar dat heb ik ook met Olaf. Dan moet ik echt. Kan ik niet op mijn lauweren rusten, zeg maar. Dat is heel leuk. Maar dat geldt voor Reinier en Peter ook. We zijn allemaal de hele tijd aan het luisteren en aan het opletten in die muziek. Dat maakt het ook leuk. Wat valt er nog te leren voor jou? Nou, dat zegt John Engels ook. Die 85-jarige legende die op de Bredeweg woont in Watergraafsmeer, die heeft met iedereen gespeeld, alle grote jazzhelden. Die zegt, het begint elke dag opnieuw. Want dan heb je de avond ervoor heel lekkers te spelen. En dan denk je van, wauw, ik ben echt de koning. En de volgende dag speel je met precies dezelfde mensen. Het maakt niet uit, misschien precies dezelfde club. En dan is het allemaal weg. Dan kan je niks meer vinden en zo. Dus je moet elke dag moet je weer opnieuw er tegenaan. En dat is, ja, dat houdt nooit op. En het wordt nooit makkelijk of zo. We'll be right back.
Ja. Waarom punk? Waarom vanwege het hoge tempo of de attitude? Ja, dat allebei sowieso. Maar ik wil dat al heel lang, zo'n soort band. En ik heb in het verleden ook zoiets geprobeerd. Er kwam iets anders uit dan de bedoeling was. Dat was met Han Bennink en Anton Goudsmit en Ernst Glerum. Daar heb ik een plaatje mee gemaakt. Dat is een hartstikke leuke plaat. Maar een tijdje mee gespeeld en toen wilde ik het echt wat extremer, maar die plannen heb ik laten liggen, want ik kon niet de juiste mensen vinden. En toen werd ik voorgesteld via wat vrienden van mij aan Olaf. En toen was het meteen van, oh fuck, deze gast moet ik mee spelen. En met Reinier, want ja, we hebben het helemaal niet over Reinier en Peter gehad, maar Peter zit in Jungle by Night. En die komt ook een beetje uit de hardcore scene, dus die kan met Plectrum kan super funky spelen, maar hij kan ook met Plectrum Olaf bijhouden, weet je. Dus dat is ontzettend moeilijk. Hij staat te dirigeren, hè? Met zijn bas. Yeah. Loopt naar voren en duwt. Ja. Hij staat echt te dirigeren, viel mij op. Ja, maar hij kan dat gewoon. Hij luistert ook heel goed en hij concentreert zich heel goed. En Peter zit ook bij Jet Rebel in het trio, wat ook zo'n echt trio is. En Reinier, die is dat is ongelooflijk. Ik weet niet of je wel zijn eigen muziek gehoord hebt, maar hij is een moderne componist. En de muziek die hij maakt is echt krankzinnig moeilijk. Met allemaal maatsoorten en toestanden en vreemde akkoorden. Ja, wat mij opviel aan Reinier is dat hij orkestraal gitaar zit te spelen. Ja. Hij kijkt naar jou, hij kijkt naar Olaf. Kijkt niet zoveel naar Peter, viel mij op. Alsof hij de keys loopt te zoeken. Ja. Maar hij heeft heel veel overzicht altijd. Ja. Het zijn allemaal waanzinnige gasten en daardoor was het mogelijk. We gingen voor het eerst studio in en toen had ik wat schetsjes meegenomen. Ik had geen idee of het zou werken. En toen hebben we 2 dagen achter elkaar opgenomen. En
Het was heel leuk, want eigenlijk bleek elke keer weer dat hoe sneller we die stukken speelden, hoe leuker ze werden. Dat was echt even van, oh shit, dan moet ik echt aan de bak. Want zij kennen dat allemaal. Ze kunnen het gewoon, het gaat nou, nog sneller. En nu zijn we een tijdje verder en doen we live gigs en dat gaat nog steeds sneller. Er zit geen rem op hoe snel Olaf kan spelen. Het is krankzinnig en met dat volume. Het is niet normaal. Het is echt. Het volgende stuk in het kader van de tributes. Deze is opgedragen aan Hans Dulfer. Die dit jaar 80 is geworden. En ik ben een enorme fan van Hans. En dit is genoemd naar zijn band uit de jaren, ja, wat was het, de jaren 80. Dit heet Reflut. Ja, want. Hoezo? Ja, weet ik niet. Hij is niet. Ja, want. Oké, de volgende is opgedragen aan. En de melodie is ook een beetje gepikt van Steve Norman, de saxofonist van Spandau Ballet. En in tegenstelling tot wat iedereen vroeger dacht, het is een hele leuke vent. En ik ben met hem bevriend. Op Instagram. En dat kan ik iedereen aanraden. Hij is echt een leuke gast, hoor. Thank you.
noemt heel duidelijk je collega-saxofonisten Zero Slingsby, Steve Norman, John Lurie, Hans Dulfer, Sidney Bechet. Mm-hmm. Waarom doe je dat? Dat zijn mijn invloeden. En dat zijn ook de mensen waar ik aan heb gedacht bij die liedjes toen ik die schreef. En ik vind dat, ja, dat hoort niet iedereen. En mensen die platen, hoe ze zien, die snappen misschien die referenties niet. Vandaar dat ik het zelf benoem. Maar iemand als John Lurie van de Lounge Lizards, ontzettend leuke man, maar die is niet zo'n saxofonist zoals de meeste saxofonisten die dan naar buiten komen met de nieuwste technische mogelijkheden van het instrument of dat soort dingen. Maar die heeft altijd zijn eigen weg gezocht in de muziek. De Lounge Lizards waren in de jaren 80 was een heel invloedrijke New Yorkse band. Die deden allemaal hele coole dingen, maar het was niet zozeer. Het stond helemaal buiten de jazz scene. Maar het was wel een soort van jazz, maar dan anders. Maar hetzelfde geldt voor Hans Dulfer, weet je. Dat is ook een van mijn grote voorbeelden. En Sidney Bechet zeker. Als je die gaat checken, de eerste keer dat je hem hoort, denk je van wauw, dat is een kruidig vibrato heeft die man. Maar it grows on you, weet je. Hij heeft een hele eigen herkenbare stijl. Je maakt een hele lieve aankondiging over Zero Slingsby, valt mij op. Hij was in de jaren 80 in Amsterdam en speelde op straat. En hij had een plaat gemaakt op een gegeven moment, hij heette Shove It. We zien hem op de voorkant met een Engelse politieagent en hij staat een beetje met zijn saxofoon op het punt gearresteerd te worden. Maar hij kwam uit de punk scene, een heel alternatieve scene. En hij maakte een hele rare soort jazzmuziek. Die had ik nooit eerder gehoord uit de trio. En dat was eigenlijk helemaal niet swingend en helemaal niet de jazz die ik kende. Maar ik vond het onwijs leuk. En op een gegeven moment had hij wat gigs in. Bimhuis speelde hij. En in België was hij veel aan het spelen. Maar toen kreeg hij leukemie en was hij ineens overleden. Maar dat heb ik altijd, die man heb ik altijd in mijn hoofd gehad van wauw, die had zo'n goede kijk op hoe het ook kan, weet je, zo'n goede. Die had echt iets van zichzelf en dat vond ik heel leuk. Het stond helemaal buiten al die normale jazzers. Niks met de jazzpolitie te maken had die man. En nu gaan we eentje doen, die is opgedragen aan de Engelse saxofonist Zero Slingsby. Helaas veel te jong overleden. En het heet 140. Vol stuk is genoemd naar de autobiografie van een van mijn favoriete saxofonisten. Dat is Sidney Bechet, fantastische oude stijl sopraan saxofonist. Dit heet Treat It Gentle. MUZIEK
Dit programma is gekomen door het jaar 2020. Wat is dat voor jou dit jaar? Hoe zou je dat willen samenvatten? Ja, rustig. Dat is het eigenlijk voor mij wat het inhoudt. Ik vind het belangrijkste, het allerbelangrijkste is dat iedereen zorgt dat het niet erger wordt. Weet je, dat we hier doorheen komen en dat mensen hun best blijven doen om het virus te bedaren. Want mijn moeder is 88, die is toch hartstikke fit en alles. Maar we moeten niet aan denken dat zij op een of andere manier te pakken krijgt. Dat is mijn eerste zorg. Maar voor de rest wat werk betreft, ik heb een beetje genoeg van miepende artiesten op de televisie en radio die allemaal zo zielig zijn omdat ze hun gig zijn kwijtgeraakt. Ik ben ontzettend blij dat ik gezond ben en mensen om me heen. En dat moeten we zo zien te houden. Ja. En dan, het gaat even duren, maar we komen er wel doorheen. Zo denk ik erover. 1, 2, 1. Nice one. Blow it away. Ja, er moet vast wel wat tussen zitten.